De gebroken Arnhemse coalitie is weer gelijmd, maakte GroenLinks, VVD, D66 en PvdA dinsdag bekend. In het Stadhuis legden de fractievoorzitters van de coalitiepartijen uit hoe vier maanden van gesprekken en overleggen leiden tot drie A4'tjes met afspraken die nu worden toegevoegd aan het coalitieakkoord. Hoe kijken ze terug op het proces? Het spijt van die beslissing, nu vier maanden later blijft ja, dat, dat u toch eigenlijk wel met elkaar verder kunt. Nee, kijk, wij hebben op dat moment de beslissing genomen omdat wij vonden dat het nodig was. Uh, en uh, kijk, de hele voorgeschiedenis hebben we natuurlijk uitermate vaak hebben we dat besproken. Daar staan we ook nog steeds achter. Uh, we zeiden toen we moeten verbeteren de samenwerking, verbeteren de inhoudelijke afspraken. Waarom is al die tijd nodig geweest? Ik denk dat iedereen doorhad dat we de verantwoordelijkheid hebben om hier een, een, goed, een goed resultaat aan te geven, om hier een goed gevolg aan te geven. We kunnen wel rollenbollend over straat gaan, maar daar heeft de stad helemaal niks aan. Wij vonden allemaal dat we de verantwoordelijkheid hebben voor een stabiele coalitie. En uh, dan heb je het ook over afspraken en dan, dan is dat ook niet meteen dat we het daarover eens zijn. Het gaat over vier partijen, het ging niet over twee partijen waar de samenwerking beter moest, het moest over de hele coalitie. En daar hebben we het ook met z'n vieren over gehad, uh, dat is ook goed, denk ik. En uh, een van de dingen die we dus willen gaan doen, is elkaar minder gaan verrassen. Nou, opvallend ook dat het rapport Frissen nu benoemd staat, hè? In, in een stuk wat toegevoegd gaat worden aan het coalitieakkoord. Dus dat staat nu in het coalitieakkoord van met z'n allen u die afspraken. Uh, je hebt het eens dat dat opvallend is, twee jaar nadat dat rapport verschenen is? Maar het is hopelijk niet opvallend en hopelijk doen alle partijen dat in de gemeenteraad. Het is ook niet iets wat wij als coalitie alleen kunnen doen. Het is iets wat we met de gemeenteraad, het college en de rest van de gemeente moeten doen. Maar wij hebben wel de verantwoordelijkheid om die handreikingen uit te gaan werken en uit te voeren. Het is in ieder geval op de hele goede nieuws voor de stad, denk ik, dat we er weer uit zijn met z'n vieren. Dus dat is denk ik het goede nieuws. En we hebben natuurlijk die tijd nodig gehad om zowel over de samenwerking als over de inhoud goede afspraken te maken. En die hebben we gemaakt. Uh, nou, eerst misschien even die samenwerking inderdaad. Nou ja, er, veel over uh, gesproken, dat, dat, dat zat niet helemaal goed. Uh, ja, ik denk naar de tijd die we nodig hadden hebben, dat, dat daar ook zeker veel over gegaan ge, uh, uh, zal zijn. Ja, hoe, hoe is dat zo, nou ja, toch uiteindelijk dan uh, glad gestreken? Ja, door eigenlijk te, 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 uh, gewoon voorbeelden te pakken. De toon in, in een debat, hoe je, hoe je zeg maar, het college benadert, hoe je, hoe je met elkaar omgaat, hoe je met moties en amendementen omgaat die je zelf gemaakt hebt, die je dan niet deelt. Nou, En het zijn het is lang niet altijd uh, 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 kwade bedoelingen, maar wel dat je elkaar verrast. Over de inhoud kun je stellen, ja, het gaat niet over hele grote bedragen. Toch lijkt het er wel op dat het ja, vooral afspraken zijn die, die een beetje de kant van, van uw linkse collega's misschien opgaan. Dus wat extra geld voor zorg, meer belasting, uh, uh, u levert in op de financiële stabiliteit. Uh, uh, ja, vindt u dat toch gevoelige punten? Nou, ik vind natuurlijk is het een gevoelig punt als je zeg maar, uh, ook al is het een, maar 1,25% de OCB moet verhogen. Dat is natuurlijk helemaal niet, dat is onze hobby niet. Uh, daarom hadden we ook afgesproken dat we ze zouden bevriezen. Maar we hebben wel afgesproken dat we eenmalig, dus in 2020... Met uh, 1,25% de OZB uh, verhogen. Ik ben blij dat we hier uh, vanavond zitten en dat we met dit resultaat ook terug naar de stad kunnen gaan. Want uh, D66 heeft steeds eigenlijk als inzet gehad de lijnpoging, eigenlijk vanaf het begin. Uh, en natuurlijk, het heeft uh, best heel lang geduurd. Het had, wat ons betreft, best wat sneller gekund of gemogen. Maar het resultaat telt, en dat is dat we hier vanavond met vier partijen zitten, die alle vier eigenlijk ook. Uh, ervoor gaan. Ik ben er nooit zo van dat dingen moeilijk zijn als je moet benoemen wat, wat je dwars zou zitten, of dat je feedback krijgt of ontvangt. Ik denk dat dat goed is en dat is gelukt. Inhoudelijke afspraken: ja, u heeft wel wat toe moeten geven, denk ik. Financiële afspraken worden toch wat opgerekt, uh, de belastingen wat omhoog. Uh, ja, hoe kijkt je er tegenaan? Nou ja, vooral de schulden naar de toekomst. Hè. Arnhem, de quote van Arnhem is staat relatief hoog. Uh, wij hadden natuurlijk liever uh, dat uh, intact gelaten. Aan de andere kant zagen we ook uh, de tekorten in de zorg op ons afkomen. En uh, het moet natuurlijk ook niet zo zijn dat het uh, volledig uh, uit balans raakt als het ware. We zijn met vier partijen. Iedereen moet zich er uh, goed en prettig bij voelen. Uh, ik denk dat er nu een set afspraken liggen waarmee we gewoon de komende 2,5 jaar door kunnen. 21 juni is natuurlijk de, de, de breuk ontstaan. We hebben er toch wat tijd voor nodig gehad. Uh, maar we hebben inmiddels een paar goede uh, afspraken kunnen maken over samenwerking en op de inhoud. Waardoor we nu ook zeggen dat we met, uh, met verven gewoon uh, met elkaar door willen gaan. om Arnhem gewoon weer op een goede manier te besturen. Vier maanden geleden zei u samen met GroenLinks. ja, met deze partijen kunnen we niet verder. Ja, dat blijkt nu vier maanden later wel. Uh, kun je dan stellen dat dat een verkeerde beslissing was achteraf? Nee, want ik denk inderdaad, ieder is daar natuurlijk inderdaad op zijn eigen manier uh, gaan zitten met een eigen achtergrond waarom het gebeurd is. En uh, die keuze die, is toen, uh, die hebben we toen gemaakt. En uh, dat heeft geleid uiteindelijk tot de gesprekken, tot het advies van de twee verkenners, uh, Jan Markink en Rutger groot om te zeggen van we moeten gaan lijmen. Kun je, je vertellen over de intensiteit van die gesprekken? Want ik kan me niet meer voorstellen, want ze zullen je ook niet zo lang nodig hebben, denk ik. Uh, ja, hoe ging dat? Nou, we zijn echt begonnen om op de samenwerking. Uh, dat vonden we ook belangrijk om dat eerst aan de orde te stellen. We hadden een, een goede voorzitter, Reken Faber, die ons, uh, die ons geholpen heeft en uh, het proces gewoon heel goed begeleid heeft. Daarbij deel je gewoon uh, wat zijn de dingen die nou niet goed gaan, wat zijn de dingen die wel goed gaan, wat zijn dingen die we willen veranderen. En als je dan naar jezelf kijkt, wat, wat heeft u geleerd daarvan de afgelopen maanden? Nou, ik denk dat het goed is om elkaar gewoon vaak te zien, met elkaar vaak te spreken. Ik merk, je gaat al gauw door gewoon met, de, met de waan van de dag en, en je doet je dingen. Dus zorg dat je elkaar op de hoogte houdt, dat je elkaar niet verrast. Uh, deel ook als er dingen niet, uh, niet goed gaan of als, uh, als, als je denkt: hé, hey, er is iets. Mm -hmm. Deel dat gewoon. Uh, ook ik heb dat misschien af Ik heb dat ook gewoon te veel niet gedaan. Mm -hmm. En uh, uh, in, het, in de afspraken staat ook: uh, verras elkaar niet. En misschien een mooi bruggetje naar het rapport Frissen, wat nu, uh, 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 nou ja, eindelijk zou je kunnen zeggen: naartoe je erin staat. Maar Twee jaar na het verschijnen, expliciet benoemd staat door ja, vier coalitiepartijen, die nu in hun uh, coalitieakkoord gaan zetten. Uh, heeft dat niet lang geduurd, uh, twee jaar later? Nou, het rapport Frissen is natuurlijk al wel eerder opgepakt. De burgemeester is er ook mee aan de slag geweest. Dus het is niet dat er niets mee gebeurd is. Alleen wij hebben nu natuurlijk wel heel intensief over het onderwerp samenwerking gesproken. En als je praat over het onderwerp samenwerking, komt in Arnhem natuurlijk het rapport Frissen ook gewoon boven. Waar ben je het meest trots op? Zeg van in de afspraken, wat heeft kunnen betekenen voor de burger qua inhoud? Ik denk dat, zij, dat is de totaalsom van, uh, van de afspraak op de zorg. Ik denk dat we de zorg nu, uh, ja het is nog steeds pijnlijk, er moet nog steeds bezuinigd worden. We hebben het kunnen afzwakken. Uh, we denken nu dat het college op een goede manier aan de slag kan gaan. Als er dingen nog niet lukken is er een vangnet om wat op te vangen. En we hebben geld om te zorgen dat we die verandering kunnen voortzetten. En ik denk dat dat een hele mooie afspraak is.